Vorig jaar, toen de klimaatwaken begon, bij het begin van de kabinetsformatie, ben ik mee gaan doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de politiek continu herinnerd wordt aan de klimaatcrisis en aan de bezorgdheid van burgers over het klimaatbeleid. Dat de situatie rond het klimaat continu nog onderschat wordt. Dat we als samenleving toe moeten naar een situatie waarin we veel minder op uitbuiting gebaseerd systeem hebben. Uitbuiting van mensen in Nederland zelf, uitbuiting van toekomstige generaties, uitbuiting van de natuur, uitbuiting van gemarginaliseerde groepen over de hele wereld. En dat vraagt een soort verandering waar we denk ik continu mee bezig moeten zijn. Ik ben de laatste jaren steeds meer klimaatbewust geworden, als je dat zo wilt noemen. Ik heb biologie gestudeerd. Dan heb je het over de jaren 70 dat ik student was. En toen werd dat al wel beschreven. Dus ik wist daar wel alles van, zeg maar. Maar ja, de echte betrokkenheid in de zin van, nu moeten we echt de laatste kans grijpen om daar iets serieus aan te doen. Dat is van de laatste jaren. Ik ben heel veel uiteindelijk meer aan mensenrechten gaan doen in mijn werk dan aan biologie. En ik zie ook heel erg de koppeling met mensenrechten. Het klimaatissue is een van de grote mensenrechtenonderwerpen van deze tijd. Dus ik zie ook de koppeling met waar ik verder mee bezig geweest ben. Andere hobby's? Nou ja, ik zou dingen, boeken lezen, cultuur genieten, van de natuur genieten. Dat zijn allemaal wel hobby's. Ja.